Today, we're in the city where the Dutch government has its seat. A bustling city with plenty of culture. And just a stone's throw away from the beach, The Hague. The Hague has been the political heart of the Netherlands for 500 years. Parliament is located here, and it is also the center of diplomacy. The International Court of Justice also makes it the global city of peace and justice. The third largest city of the Netherlands has a lot to offer visitors. Prestigious museums and galleries, many shopping opportunities, and a rich culinary experience. Een dagkaartje graag. Een dagkaart, 6,50 euro. With this public transport day card, you can travel by public transport all day long. You can buy this ticket at the public transport station or at your hotel. Just scan your ticket and you can start your trip. If you like culture, this is the perfect city for you, with everything from modern dance to pop music and festivals. The Hague is sometimes called the cultural treasure chest beside the sea. Many festivals are organized here every year, but you can enjoy dancing and music every day. There are so many museums to visit, such as Het Gemeentemuseum, Het Mauritshuis and Beelden aan Zee. Whether you are interested in the old masters, want to know more about the history of The Hague, or prefer to visit the old prison gate, there is plenty to do. Many museums are child-friendly too. You can even admire the Netherlands' largest painting here, the Panorama Mesdag, a 360-degree painting showing what this area looked like in the 19th century. The country is famous for its bicycles, but great many cars are also on the road. 8 million to be exact. So it's not at all surprising to find one of the world's oldest private collection of cars here. More than 100 years of automobile history can be admired in this museum. And you don't have to be a car fanatic to enjoy it. What's het verhaal achter deze collectie? Ja, het is een privécollectie van de familie Lauwman. Die hebben het initiatief genomen 4 jaar geleden om dit museum te stichten. We vertellen eigenlijk het verhaal van de geschiedenis van de automobiel. In al zijn facetten en al zijn vormen. En dat doen we met 250 auto's op een heel groot oppervlakte hier in Den Haag. Wat is echt het grootste hoogtepunt van deze collectie? Nou, als je kijkt naar het publiek, de meest gezochte auto of de meest gewaardeerde auto is of de Zwaan uit 1910. Of de James Bond auto, de DB5, waar het mee begonnen is in Coldfinger en Thunderball in 1964. Die staat hier ook? Ja, die staat hier ook. Wauw. I'd love to take this one home with me. There's a lot to see on the promenade of Scheveningen, but this museum really stands out and is well worth a visit. This museum has more than 2,000 sculptures, busts, medals and ceramics. The collection pays special attention to mankind and humanity, which is why there are so many portraits. Wat is zo bijzonder aan dit museum? We concentreren ons op de naoorlogse beeldhouwkunst, internationaal, dus alles vanaf de jaren 50 tot morgen. Het is een particuliere collectie van oorsprong. Het is ooit begonnen met Nederlandse kunstenaars, maar is al heel snel internationaal gegaan. We hebben beelden van Tony Craig, dus alle grote namen kun je hier aantreffen. En this statue, without a title, is the fist of Mickey Mouse. City Center has many attractive shopping streets to wander through as you're looking for something cute in the boutiques. I would love to find a dress for this evening. Shopping in The Hague is shopping in style.
the old city center has an extremely wide range of shops. You will find flagship stores for major brands, while the trendy Hague residents scour the Prinsesstraat and Oude Molstraat for bargains. There are also a number of shopping centers with their own characters. Exclusivity at the Noordeinde, nostalgia in De Passage, and exceptional architecture at Haagse Bluff. This is exactly what I had in mind. What do you think? De Passage has countless specialty stores against a unique backdrop. It is even more special when you realize it's the oldest shopping arcade in the Netherlands. De Passage was opened in 1885. At the time, shopping without dealing with the inconvenience of weather, wind or traffic was unique. De Passage was designated a UNESCO monument because of its gorgeous architecture, with arcades, glass domes and ornamental facades. Jij bent winkelier in De Passage. Kun je vertellen wat er zo uniek is aan De Passage? De Passage is ontzettend oud en monumentaal. De Haagse binnenstad heeft als eerste winkelcentrum ooit De Passage gehad. Dus de architectuur met name is prachtig en uniek. A new section of De Passage was opened recently. It is very light and airy, and you can easily walk from the new part to the old. And by the way, there are hotels in both sections. Look at the spectacular glass bow reflecting those beautiful Dutch skies in the storefronts. It's beautiful. This is the Noordeinde Palace, and in that street, shopaholics will find it the high street of The Hague. Noordeinde is known for high-end shopping and diversity. Here you can find shops with famous international designers as well as local heroes. Winkelcentra in Den Haag, maar waarin onderscheidt het Noordeinde zich van de anderen? Wat het Noordeinde uniek maakt, is de combinatie van high-fashion boutiques, hoogwaardige horeca en de galeries. Weg van de massa en ontdekken, dat is eigenlijk wel het thema hier. You can make an appointment to look around the kleine huis and its impressive sculpture gardens. Art lovers will be delighted by the various galleries. Nice to meet you. I'm going to feast my eyes at this jewelry. The history of Steltman started here in The Hague almost 100 years ago. So many beautiful pieces. In addition to all the big names as Pomellato, Dodo, Siemens-Schaps, Steltman also designs its own collection. Jewelry is made in a studio on Noordeinde, where Steltman Watches is also located. Hoe maken jullie een persoonlijk ontwerp? Wij beginnen met ontwerpschetsen. Die tonen we aan de klant. Als we een akkoord krijgen van de klant, dan maken we het in het atelier. En dat is afhankelijk van hoe het ontwerp eruit ziet. Duurt het 2 tot 6 weken. Hopefully, I get back once. Maybe when I get married? Haagse Bluff is city's hidden treasure. A quiet oasis in the middle of the city, all about shopping ambience. Haagse Bluff has some 8,000 square meters of shopping area. It is worth visiting simply for its lovely architectural details and works of public art. Materials from around the world were combined to come together here. Hi. Hi. Where are you faker in Haagse Bluff?
Ja, redelijk vaak. En wat vind je hier nou zo mooi aan? Het leuke hieraan vind ik dat je heel veel verschillende winkels hebt. En van die kleine zaakjes die je niet zo snel... Je loopt er niet zomaar langs. Gaat het alleen om de winkels? Nee, ik vind het ook leuk om op het terrasje te zitten hier. Ik kan bijvoorbeeld ook boven bij de Haagse Bluf zitten. En dan kijk je lekker uit over Den Haag en de zon schijnt. En dan is het zo lekker. There are many places for a bite to eat or something to drink. The term internet cafe is altogether outdated here. It has free Wi-Fi everywhere, so let's see what's happening in The Hague tonight. Riding a bicycle is such a typical Dutch activity and a great way to see large parts of the city. You can ride with or without a guide. Whatever you prefer, it's a wonderful and active way to see all the interesting places. You won't have time to be bored in The Hague. You could visit het Binnenhof, Peace Palace or the Palace Gardens. Or maybe you prefer a boat ride through the canals or to watch a 3D movie, wander through a miniature version of the Netherlands or admire the ocean from above and below. One of the most popular activities is relaxing in Scheveningen, one of the 8 The Hague districts. Enjoy a night out in this seaside beach resort full of easygoing beach clubs, pubs and restaurants. It's always holiday time here and it's just a tram ride away. You can discover the fascinating life under the sea in Scheveningen. Here you can experience how beautiful and diverse the life is in seas and oceans. Sea turtles, stingrays, sharks, they all swim right over your head here. Sea life shows you how beautiful the underwater world is and teaches people about the importance of nature conservation. The organization plays an important role in protecting the ocean with its exhibits, breeding programs, and the Save Our Seas project. A large part of sea life has transformed into a tropical jungle. All the animals here come from the Amazon. And if you arrive at just the right time, you can watch the feeding of the animals. Wat is precies het unieke aan sea life? Zonder natte voeten te krijgen. Vertellen wij op een hele leuke manier waar de dieren vandaan komen, hoe ze leven, hoe ze groeien, hoe ze geboren worden. En wij zijn ook heel succesvol in het kweken van de dieren. Een heel groot gedeelte van ons vissenbestand is uit nakweek en daardoor hoef je ze niet uit het wild te halen. The seahorse breeding program in Scheveningen has been particularly successful. It is so cute. I think I'm gonna stay for a while. Right here in the center of The Hague, on the Mauritskade, there's a unique place to go for exercise and relaxation. The Caesar Fitness and Spa Resort. Caesar is located where the first covered swimming pool in the Netherlands once stood and has been completely rebuilt according to the 1883 design of this monumental building. Here, you can enjoy a wellness day, a workout, or just relax in the extensive wellness and swimming pool. There is a lunchroom and restaurant where you can have something to eat or drink. Wat is er uniek aan Caesar? Dat het zeg maar allemaal samenvalt. Weet je, wij zijn een club, zeg maar een onderneming waarbij we graag willen dat mensen elkaar ontmoeten. De basisprincipes zijn ook echt het meet and greet en we brengen je in contact met andere klanten, waardoor de reden om hier te zijn en te komen steeds leuker wordt. Guests can park beneath the building at a reduced rate. By the way, you can also book a beauty treatment without being a member. If you want to see a movie in The Hague, you will probably end up at one of the 3 Pathé cinemas, such as this one close to Het Buitenhof. The cinema is part of the largest chain in the Netherlands. In other words, you can always see the latest hit movies here.
maakt deze bioscoop zo uniek? Nou, deze bioscoop is gewoon uniek omdat we meer doen dan alleen maar film. We hebben hier opera, National Theater Theater, maar ook ballet vanuit Moskou. We draaien hier ook Pathé Arthouse Cinema films, de betere films met meer inhoud. En dat maakt het zo bijzonder. This historical building has 6 theaters. Thank you. This Grand Café is part of the cinema. Before and afterwards, you can have a drink here. Cheers. If you're interested in a night on the town and looking for some excitement, this is the place for you. Holland Casino is just outside the city, in Scheveningen. Welke spellen kunnen hier gespeeld worden? In Holland Casino hebben we ruim 600 speelautomaten, waar men kan spelen vanaf 1 eurocent voor mooie prijzen. Daarnaast hebben we ook de bekende tafelspelen, zoals Amerikaanse roulette, blackjack, punto banco en poker. En kunt u iets meer vertellen over de programmering? We hebben regelmatig bekende artiesten die optreden in onze high energy zone. Daarnaast hebben we een uitstekend restaurant waar men heerlijk kan dineren met uitzicht op het Kurhaus. We hebben verschillende bars in ons casino en we hebben ook regelmatig acties waarbij men prijzen kan winnen, zoals bijvoorbeeld een auto. You never know how your already exciting evening might end up here. Yes! It's my lucky night! The international character of The Hague is also reflected in its many restaurants. There's such a wide choice of restaurants in this city, so it's difficult to choose. The city has countless sidewalk cafes. You can enjoy a formal dinner or lunch at an upscale restaurant, or a more casual meal at one of the many eateries. And this is Chinatown. So all enthusiasts for Asian things are here in the right place. We're right next to the sea here, so you can enjoy a bite of fish. It couldn't be any fresher. I'm now standing on the ground, but today I'm gonna dine in the highest restaurant in the Netherlands, in the penthouse on the 42nd floor. The penthouse is a restaurant and sky bar with a fantastic view of the city. Service is a la carte, or you can order a set meal with several courses. Wow. Enjoy your dessert. Thanks. Thank you. Wow. Ja. Ziet er goed uit. Wat is nou uniek aan de penthouse? Ja, de plek natuurlijk, de locatie is wel heel bijzonder. 135 meter hoog is niet alleen het hoogste restaurant van Nederland, maar ook bijvoorbeeld hoger dan het restaurant van de Eiffeltoren. Dus dat maakt het uniek. Eten op hoog niveau. Ja, letterlijk. En wat is de stijl van de keuken? Ja, het is een heel internationale plek. Dus er komen hier heel veel Nederlanders die het gevoel hebben dat ze even in Shanghai zijn. Nou, dat geldt ook een beetje voor de gerechten zo. Dus de gerechten komen van over de hele wereld. Dus er zijn Aziatische invloeden, maar ook bijvoorbeeld traditionele Franse culinaire gerechten. Of course, this is the perfect place to admire a sunset, a city night view, or a spectacular projection. I've had a lovely evening, but now it's time to return to Earth. Prinsestraat is one of the oldest and most charming streets in The Hague. There are lots of fun restaurants right next to the many trendy stores. If you fancy some sushi, sashimi or tempura, this restaurant is the place to be. The interior of this restaurant is distinctive. It was designed 12 years ago by Peter Donkers and still looks altogether hip. Waarin onderscheidt Oni zich van doorsnee Japanse restaurants? Oni maakt alleen gebruik van duurzame en dagvers gefileerde vis. Wat wij serveren, dat is authentiek Japans in een hele moderne jasje eigenlijk. Bijvoorbeeld de Japanse sashimi, ja, dan kun je hem natuurlijk puur op zijn natuurlijke wijze serveren. Maar ook met een mooie garnering en een lekkere dressing.
It looks and it tastes delicious. This street is called the Denneweg and is one of the most well-known streets in The Hague for dining out. One of the hotspots here is Oker, a trendy restaurant with lots of small, surprising dishes listed on the menu. Hoe zou jij een restaurant Oker omschrijven? Oker is een modern restaurant waarbij we lunch en diner, borrel, 7 dagen per week geopend zijn. En tijdens diner serveren we alle gerechten in voorgerechtportie, waardoor de gasten meer keuze hebben tijdens hun diner. Welke keuken serveren jullie? We hebben een internationale keuken met klassieke invloeden, Italiaans, Frans, maar ook vooral altijd Aziatische invloeden. Dus daarbij kan je denken aan Aziatische, Thaise gerechten, Japanse gerechten en een combinatie. Mag ik? Ja hoor. The Hague is the third city of the Netherlands and enjoys global fame as the international city for peace and justice. It is also home for hundreds of international organizations and multinationals. The business heart of the city is at Beatrixkwartier, which has enjoyed a boom in recent years. Hoe belangrijk is het Beatrixkwartier voor de stad? Nou, Beatrix City is heel erg belangrijk voor Den Haag, want het is echt een zakelijk district waar heel veel internationale bedrijven ook gevestigd zijn. Financiële dienstverleners, de olie en gas, technologische bedrijven. En het is een plek die ook gewoon heel goed bereikbaar is. Hierachter zie je Randstadrail lopen, goede uitvalswegen voor de auto. Kortom, een plek waar je heel goed bij elkaar kan komen. The city also hosts an international workforce of more than 50,000 highly educated professionals. Because of the quality of life and cosmopolitan character of this city, expats feel right at home in The Hague. Numerous international congresses take place in The Hague every year. Let's see what makes the city so appealing to corporate events. The Hague has an enormous variety of conference and meeting facilities. From old city palaces and distinctive hotels along the sea to hyper-modern conference halls. The Hague receives thousands of corporate visitors every year. Where do they stay and what are the facilities like? Welke faciliteiten heeft Den Haag zakelijke bezoekers te bieden? Het is ontzettend divers. Of het nou een zakelijke bezoeker is die voor 1 nacht komt of voor een congres naar Den Haag. We hebben unieke congresfaciliteiten. Ook de combinatie stad-strand maakt de stad Den Haag waanzinnig uniek. Ook voor de zakelijke bezoeker, waar je ontspanning en zakelijk combineren. Maar ook als je naar hotelfaciliteiten kijkt. Of het nou 3 sterren is of 5 sterren. Alles wat ertussen zit, van boutique tot klassiek, hip, modern. Het is allemaal aanwezig in Den Haag en heeft allemaal ook zijn bestaansrecht. En dat maakt Den Haag heel divers en daarin ontzettend uniek voor de zakelijke bezoeker. The Hotel Management School is located in The Hague, literally making the city a textbook example for hospitality. It is easy to travel around the city, as almost every important attraction and business location can be reached by tram. Waar houdt HTM zich zoal mee bezig? Wij zijn er voor onze reizigers. En graag vervoeren wij onze reizigers per bus, tram of Randstadrail naar hun bestemming. Of dat nou het museum het Prinsenhof is in Delft of het strand in Scheveningen. We zijn er trots op dat wij dit jaar ons 150-jarig bestaan vieren en daarmee het oudste trambedrijf van Nederland zijn. In de toekomst gaan we dat nog veiliger, comfortabeler en ook gemakkelijker voor onze reizigers maken. Like every metropolis, The Hague also has a World Trade Center. The World Trade Center is the place for international business in and around The Hague. Besides the offices, a great many facilities can be found here. Wat maakt het WTC De Heek zo interessant? Nou, WTC biedt meer dan alleen kantoorruimte. Bij ons staat de gebruiker centraal.
We hebben hier naast kantoorruimte ook een hoop faciliteiten, zoals onder andere horecavoorzieningen, een sportschool, kinderopvang, ruime parkeergarage. En we zorgen eigenlijk dat de gebruiker zich helemaal thuis voelt, zowel privé als in werk. En hoe ziet de samenwerking met andere WTC's eruit? Wij hebben het internationale netwerk van WTC's binnen handbereik. Het zijn 330 WTC's in meer dan 100 landen. Daarnaast bieden wij, omdat we in Den Haag zitten, eigenlijk ook een hele goede gateway voor internationale bedrijven die hier in Nederland willen vestigen. En ondersteunen wij bedrijven die naar het buitenland willen gaan om te investeren. This building even has an art gallery. Wat is de toegevoegde waarde van het WTC? Nou, het WTC is belangrijk als een ontmoetingsplaats voor internationale bedrijven. De stad Den Haag vindt het ook heel erg belangrijk om nog meer congressen en internationale evenementen in onze stad te organiseren. Vorig jaar hebben we de Nuclear Security Summit gehad. Dat was een heel groot evenement. Maar we willen meer van dat soort internationale congressen naar Den Haag halen. En ik denk dat het WTC daar ook een hele belangrijke partner bij is om dat ook te accommoderen en dat ook te huisvesten. The City of Peace and Justice has a lot to offer her guests. From culture to culinary, and from shopping to business. All of this at just a stone's throw from the sea. The Hague is a fascinating city with plenty to see and do. I'm sure you'll have a wonderful time here. Have fun and see you soon.